Hartelijk welkom bij het Haaglanden Voetbal Trainingskamp en Journaal. De zondag was een makkelijke dag, want de ploeg had vrij afgekregen. U weet het, we volgen Velo nog steeds. Maar de maandag was het weer volle bak voor de spelers. En wat de maandag bracht, kijkt u naar de beelden van cameraman Pim Markering. Die training die begon weer traditiegetrouw. Ik heb dat al vaker gezien bij Velo. Met het bekende poortje, dat moet je even uitleggen. Ja, nou, dat poortje dat hebben ze zelf al uitgevonden. Als je dus de verkeerde kous aan, een verkeerde broek, of je doet iets wat niet klopt, of je komt te laat. Dan ga je door het poortje en dan is het de broek naar beneden. En dan moet je door de hele batterij. En de batterij was vroeger een man of 25, maar het zijn er nou 35. Ja. Dus die poort wordt langer, dus je gaat meer klappen op de blote reet. Nou ja, dat heb je kunnen zien. Naast Velo is nu ook GDA gearriveerd op Gran Canaria. Haaglanden Voetbal toog naar Playa del Ingles en verwelkomde de ploeg van John Bave bij het hotel Escorial. Gran Canaria voor GDA absoluut niet nieuw. Nee, wel een nieuw hotel dit keer. We hebben natuurlijk 12 jaar achtereen in Hotel Bronzen Mar gezeten. En voor ons een prima hotel, minder luxe. Nu hebben we een veel luxe hotel met wellnesscentra en alles erop en eraan. En we gaan kijken hoe dat bevalt. En voor GDA stond de volgende morgen al de eerste training op het programma onder leiding van John Bave op het Campo de Voetbal in Maspalomas. Nadat Velo de training had afgewerkt, was het de beurt aan GDA. Dus zo dat als je dan op zo'n trainingskamp bent, de tweede dag, trainer John Bave, gelijk een verrassing in huis, 7 uur eruit, strandloop. Nou, vorig jaar had hij ook eruit gegooid, die verrassing. Toen was het echt een verrassing. Toen hadden sommige jongens het zwaar volgens mij. Hij is ambitieus en dat is alleen maar goed, want John is gewoon een trainer die qua ambitie gewoon dat groep vaak meetrekt. Niet dat er geen ambitie is, maar dat is toch wel, als je heel veel jonge jongens hebt zoals wij, dan trekt hij toch wat daarin mee. En dat is alleen maar goed, denk ik.